Welkom, sneak peek. Even zo, want het is ongeveer min 3, dus het is lekker koud. Sneak peek voor tocht nummertje 11 in Leidendorp. Drie kamer appartement met een grote garage van bijna 20 vierkante meter. Gelegen tweede etage met fantastisch uitzicht. En dat laat Luc, onze videoman, nu even zien. Zijn we weer terug hier zo. We gaan lekker door het appartement heen wandelen. Maar het is vooral straks, als u binnen bent, dan denk ik dat u zou zeggen, wauw, wat een uitzicht. Moet misschien wel iets doen, het is her en der wat gedateerd. Maar wel echt een super gaaf appartement, dus tot zo binnen. Oh, ik ben blij dat ik weer binnen ben. Echt koud buiten. En tweede etage, zijn we nu aangekomen. Dus, hier gelijk, eerste slaapkamer. Net even wat kleiner dan de andere slaapkamer, maar die laat ik zo meteen zien. Wel prima voor logeerbed en een grote kast. Dan gaan we door naar de tweede slaapkamer. Zoals u nu ziet, voorzien van zijraam. Daardoor dus veel daglicht. Goed van formaat. Tweepersoonsbed plus een grote kast is geen enkel probleem. Zijn we weer terug hier op de gang. Ik ga nu even een paar dingen aanwijzen. Gelooft u mij, meterkast, cv-kast. CV is trouwens 7 jaar oud, want we leven nu in 2024. Toilet met fontein en hier badkamer. Formaat, prima, niks mis mee. Wel wat gedateerd. We hebben wel een douche, wastafel met meubel en de wasmachine aansluiting. Maar hij is denk ik niet helemaal meer van nu. Gaafst is vooral, we gaan lekker die kant op. En dan volg ik u. Want dit is, ja, het weer zit mee. Ondanks dat het heel koud is, zit het weer echt wel mee. Want dit, en dan ga ik hier naartoe. Dit is vooral waar het om gaat. U komt binnen. En je ziet gelijk, bam, dit uitzicht waar we nu naar kijken. Nou, dit is echt wel heel erg tof. Want waar we hier ook zijn, overal is het daglicht. Of het nou hier bij de eetruimte is, of het is hier bij de zitruimte, of het is bij het balkon. En daar gaan we nu eventjes naartoe. Nou ja, en dit, heb ik te veel gezegd? Ik denk het niet. Dit uitzicht heeft u dus altijd als u lekker in een zomerbalkonnetje zit, zonder ijs dan, hè, want er ligt nu een laagje ijs op. Of gewoon lekker in de winter, als het zonnetje schijnt, is dit hetgeen wat u ziet vanaf het balkon of van de woonkamer. Valt hier qua kamer wel mee, maar ik ga wel lekker naar binnen. Ik zie u zo daar. Nou ja, en keuken, want die hadden we natuurlijk nog niet gehad. Hij is niet heel erg groot, maar dat komt ook vooral omdat we hier nu kastjes hebben, hier een plankje hebben. Zit her en der wel wat apparatuur in de keuken, maar het is wel een beetje verouderd. Het werkt allemaal op de vaatwasser na. Niet vergeten dus, als u deze zou vernieuwen en u heeft niet heel veel wensen, is hij nog prima te gebruiken. Maar misschien is het ook heel erg leuk om deze muur, dit muurtje eruit te halen en net een wat grotere of een opere keuken te maken. Ik ga u toch nog een keertje meenemen naar het balkon en dan volgt u mij maar even. Dan zien we ook gelijk weer dat hele daglicht overal. Hè? Want, ja. Balkon, let even op het opstapje. Balkon is gewoon echt helemaal top. En met name ook weer dit. Ik zie u graag heel snel bij de bezichtigingen. Voortocht nummertje 11 in Leidendorp. Tweede etage. En, niet vergeten, garage beneden. Zoals u nu ziet. Intern laat ik u allemaal zien bij de bezichtiging. Een soort eigen parkeerplek. Officieel niet eigendom, maar er zal hier niemand anders gaan staan. Omdat het uw garage is. En wat ook heel handig is, is de bushalte. Dus als je geen auto hebt, dan kan je gewoon lekker met de bus naar Winkelhof of het centrum van Leiden of het station. Dat is makkelijk. Maak trouwens geen reclame, dat niet. Het is echt koud. Nou, hier weer terug op het balkon. Ik zie u graag heel snel voor tocht nummertje 11 Leidendorp. Dag!